Hadden we het hier in RNN vandaag over een NLP-coach. En op woensdag zat bij mij ook weer in de studio Joost van der Leij. Toen hadden we het over mijn persoonlijkheid. Hij heeft de aanleiding daarvan een Enneagram gemaakt. En vandaag zit je weer bij ons aan tafel. Ja. En nu ben ik eens ontzettend benieuwd naar als ik een Enneagram heb. Dus ik weet wie ik ben. Ik ben dus de bemiddelaar. Maar ik heb ook te maken met heel veel andere mensen. En ja. Die hebben ook allemaal zo hun eigen persoonlijkheden. Hoe weet ik dan hoe ik met die mensen om moet gaan? Nou, omdat het Enneagram vooral gaat over de persoonlijke stijl die mensen hanteren. Dat is eigenlijk wie jou jou maakt. Dat als je morgen wakker wordt en je bent geen presentator meer, maar je bent bakker, is dat natuurlijk vreemd, maar dat kan je nog wel mee leven. Maar je zal waarschijnlijk ook je bakker doen op dezelfde manier waarop je presentaties geeft. Ja. Dat is gewoon hoe je zelf bent, je eigen persoonlijke stijl. Als je die stijl moet je dus herkennen bij andere mensen. Ja, dus als je die 9 types hebt, de perfectionist, de helper, de succesvolle werker, romanticus, analist, loyalist, levensgenieter, baas en bemiddelaar, dan hebben die alle 9 een compleet eigen stijl. Dus die eigen stijl, daar moet je gewoon naar kijken en die herkennen. En op het moment dat je dan een stijl gokt, dan denk je van oké, ik denk dat die ongeveer in die buurt zit. Dan kun je daarna met een aantal testvragen, die je gewoon terloops in een gesprek kan laten vallen, kun je dan vragen stellen. En op het moment dat mensen daar op een hele specifieke manier op reageren, dan kom je erachter. Gisteren vroeg ik aan jou, ben je een denker of een doener? Dan zei je, ik ben een doener. Ja. Nou, dan is dat zo'n duidelijke reactie, dat voor mij het andere mogelijke type in jouw geval, wat eventueel een type 7 levensgenieter was, viel voor mij meteen af. Ik denk, nou, als die zo enthousiast is over dat doen, dan moet het wel een bemiddelaar zijn. Dat is gewoon een bemiddelaar punt uit. Bemiddelaar die hoort in de groep van de doeners. En dat betekent dat ik op dat moment daarvan uitga en dan aan nog een testvraag stel. Nou, daar reageer je ook precies goed op. En op dat moment weet ik, Ed is een bemiddelaar. Dus dan weet ik ook hoe ik het beste met Ed om kan gaan. Ja, en als in mijn omgeving, Steven, jij bent een succesvolle werker. Succesvolle werker. Hoe weet ik dan hoe ik met jou om moet gaan? Dan moet ik jou 2 vragen stellen? Nee, dus eerst moet je letten op mijn persoonlijke stijl. Nou, succesvolle werkers die geven zichzelf weg doordat ze eigenlijk direct bij zichzelf voorstellen hun hele cv meelabelen. Dus als je vrienden in je omgeving hebben die bezig zijn met een image, proberen succes uit te stralen en tegelijkertijd vaak zeggen van ik heb daar gewerkt, dan zul je dan een soort lampje in je achterhoofd moeten gaan branden en denken, hey, dat zou wel succesvolle werker kunnen zijn. En wat je dan moet doen, er zijn 2 dingen. Succesvolle werkers die triggeren natuurlijk op succes. Op het moment dat jij kan duidelijk maken dat als ze jou helpen en jou verder in het leven dingen goed voor jou doen, dat het hen succes gaat brengen, dan gaat de trigger gaat lopen. Of het woordje nieuw. Als je afvraagt waarom er allerlei producten in de supermarkt staan met het woordje nieuw erop, dat is puur om te zorgen dat succesvolle werkers het in hun mandje leggen. Bij mij werkt het ook zo. Ja, absoluut. Je hebt een nieuw boek. Dan moet ik het meteen hebben. Ja. Maar ook gewoon als ik gewoon producten zie in de supermarkt waarvan ik weet dat ik het niet lekker vind, maar het staat nu het woordje nieuw op, vernieuwd of dat soort dingen, dan denk ik, nou, koop het toch weer een keertje, even proeven of het nog steeds vies is. Ja? Echt waar, dat is echt hoe ik in elkaar zit. Oh, wat grappig. Ja. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar daar kom je dus achter, naar aanleiding van het lezen van bijvoorbeeld jouw boek, of als je zo'n NLP-coach bezoekt. Ja. Of je hebt natuurlijk ook cursussen en opleidingen om het Enneagram te leren en NLP te leren. En daar in zo'n opleiding leer je dan te kijken naar mensen en uiterlijkheden. Te letten op de persoonlijke stijl die ze gebruiken. De soort manieren waarop ze communiceren. Hoe je dan testvragen kan stellen om erachter te komen welk types nou echt zijn. En op dat moment op wat voor manier je het beste met ze om kan gaan. Ja, ik kan me ook wel voorstellen, bij sommige mensen kan je gewoon niet mee omgaan. Dat is gewoon een feit. Of niet? Nou ja, die noemen we vaak type 8 de baas. Dat zijn mensen die gewoon heel conflictueus zijn. Echt iets hebben van, nou, nu is het tijd voor ruzie. We gaan even de knuppel in de hoenderhok gooien. Wat zijn dan de kenmerken van de andere types? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de perfectionist. Die kleden zich vrij netjes. Op een hele ingetogen manier, maar wel echt netjes. En ze hebben altijd een soort getergde uitdrukking. Dus ze zijn wel een beetje... En ze geven heel veel kritiek. Ze vertellen jou continu wat er met je mis is. Dus op die manier herken je perfectionisten. En de manier om met ze om te gaan is als volgt. Zij willen gewoon heel graag het idee hebben dat ze het allemaal zelf doen. Dus wanneer jij een leuk idee hebt, dan moet je vooral zorgen dat zij dat denken dat ze dat zelf verzonnen hebben. Okay. En op het moment dat je dan zegt, van, nou, wat vind je van dit idee? Is dat een idee wat jij ook kan hebben? En hoe gaat het nu met jouw idee? Hoe makkelijk je dat transporteert naar de ander of naar de perfectionist? Dan denkt de perfectionist, ja, dat is mijn idee, daar ben ik voor, daar ga ik voor, dat is een goed plan. En dan heb je het. Dan is hij tevreden en jij. En jij hebt het voor elkaar gekregen dat hij gaat doen wat jij wil. Ja. Ja.
En, maar is het nu zo dat ik dan dadelijk als ik op straat loop en ik sta bij de supermarkt en ik haal daar mijn versje half wit of mijn half wit brood, dat ik denk van ik ga denken, oké, zo is zij dus achter de balie. En dat ik zo ga denken, is dat... Nou, niet per se met de supermarktcashières, maar je eigen familie, vrienden en kennissen is het wel erg leuk om te doen. En dat is ook de manier om echt goed te worden in dit werk. Als je vraagt hoe word je nou echt goed in dit werk, dan moet je juist een hele catalogus opbouwen van al je kennissen, vrienden, familieleden en dan de manier waarop ik dan mensen herken is gewoon het af te zetten naar de mensen die ik in mijn hoofd heb zitten. Dus ja, het is een hele leuke manier om kennis te maken met mensen en op een diep niveau contact te maken met mensen. En heb je nog meer voorbeelden van de andere types? Nou, we hebben net een perfectionist gehad. Type 2, de helper, dat is iemand die altijd heel erg klaar staat voor je, heel graag veel aandacht vraagt. Maar die ook op het moment dat jij daar geen liefde en aandacht voor teruggeeft, je meteen in de kou laat staan. Dus diegene, dat zijn gewoon mensen die, daarvan is het verstandig om ze te overladen met complimentjes, met regelmaat over hun rug te aaien en te zeggen dat ze het goed doen. En dan, maar zij laten jou dan in de kou staan? Nou, alleen op het moment dat je ze geen liefde geeft. Dus de reden waarom de helper helpt, alleen maar om liefde terug te krijgen. Ja. En op het moment dat ze voelen dat jij zeg maar, ze misbruik van ze maakt of op geen manier aandacht en complimentjes geeft, dan kan je doodvallen. Maar zolang je maar complimenten blijft geven, dan zie je ze ook meteen glunderen. Zo van, oh, ja, heerlijk. En dan blijven ze doen wat je, blijven ze alles voor je doen wat je maar wil. Ja. Type 4, romanticus. Voor de romanticus geldt dat iemand die heel erg zijn of haar eigen idealen vasthelt, heel slecht tegen onrecht kan. Qua uiterlijk hebben ze heel de neiging om zelfgemaakte kleren aan te hebben. Dus als je iemand ziet in een soort paarse jurk met allemaal kraaltjes eraan, dan kun je ervan uitgaan dat het een romanticus is. Ja. En de manier daarmee om te gaan is gewoon te zorgen dat je duidelijk maakt dat jouw onrecht aangedaan wordt. En dan gaan zij voor jou vechten om te zorgen dat het allemaal weer goed komt. Maar dat is niet iemand die dan iedere dag gedichten voorleest of zo? Nee, niet per se. Nee, ze zijn wel de hele tijd bezig met onderweg te zijn naar een betere wereld. Maar het is ook vaak een betere materiële wereld. In de zin dat ze gewoon graag net zo'n mooie grote auto willen als de buurman. Ja. Ja. Nou, dat zijn erg veel verschillen. Nou ja, mochten we nog meer willen weten, dan kunnen we altijd even in het boek kijken. Want daar staat het, neem ik aan, helemaal beschreven. Alle types allemaal helemaal beschreven. En hoe je kan ontdekken welk type je zelf bent. En hoe je kan ontdekken dat andere mensen types zijn. En hoe je daar vervolgens mee om moet gaan. Nou, mocht u willen weten wat voor type u bent, lees dan het boek. Daar staat alles in. Ik wil je bedanken voor je komst. Ja, ik, graag gedaan. Ik heb veel geleerd. Mooi. Joost, bedankt voor al je informatie. Morgen zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van RNN Vandaag. Ik zie je dan. Hoi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, David Lloyd en restaurant Quote Rotterdam.